KPN heeft eindelijk een nieuwe CFO. Bijna een jaar later nadat Erik Hageman is weggegaan, hebben ze er een aangetrokken. En wat voor een? Jan-Kees Jager is er eentje die zeker bovenaan de lijstje stond van veel beleggers. Hoewel ik niet denk dat veel beleggers aan Jan-Kees Jager überhaupt hadden gedacht. Wat dat betreft is het echt een black swan die opeens heel onverwacht naar buiten komt, wat weinig mensen aan gedacht hebben. Het wordt positief ontvangen en terecht denk ik. Het is een zwaar gewicht en met name ook in figuurlijke zin. Ik denk dat hij veel heeft in te brengen in het politieke toneel. En ik denk dat ook zijn kennis en kunnen op het gebied van financiën zeker niet onderschat mogen worden. Dus ik denk zeker dat het een aanwinst is voor KPN. En het is ook terecht dat de koers erop stijgt.